Ja, Giovanni, wat ga je uiteindelijk nou het meeste missen als je straks hier niet meer elke dag binnenstapt? Het meeste? Ik denk gewoon de weg naar het stadion toe. Of naar 1908, zeg maar, elke ochtend. Ik denk dat ik dat het meeste zal missen. Ik kan misschien wel iets langer uitslapen. Maar gewoon... Ik denk niet dat ik iets kan zeggen wat ik zal missen. Ik zal het allemaal missen, omdat je hebt natuurlijk met zoveel mensen te maken. Dus ik ga alle mensen missen waarmee ik samenwerk. En dat, ik denk dat het belangrijkste is de mensen met wie je samenwerkt. En natuurlijk de club in het algemeen, de supporters, het stadion. Maar er zullen genoeg momenten komen dat ik... dat ik dat gevoel nog kan oproepen in het stadion. Het is een paar dagen voor de klassieker. Hè? Is het ergens nog wel overwegen geweest om het toch daar overheen te tillen? Het moment dat je dit besluit ook wereldkundig maakt? Nee, eigenlijk niet. Nee, want wat ik daarnet al zei, ik denk dat duidelijkheid altijd het belangrijkste is. En ik kan heel moeilijk of niet dingen voor me houden. En dat in dit geval ook niet. En ik denk dat het nu duidelijk is hoe de toekomst van mij eruit gaat zien. En ook de rust die ik daarmee creëer om het team was voor mij ook belangrijk. Maar toen wat je zegt rondom de kerst, hè, toen waren die twijfels er al. Toen kon je toch in Marbella bijvoorbeeld die duidelijkheid nog niet verschaffen. Dus is daar in die tussenliggende periode tussen kerst en deze week daar dan nog één moment dat je kan aanstippen van dat was er waarbij je echt het gevoel had van... Dit is het besluit? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het was meer het gevoel wat ik zelf had waar ik mee worstelde. En uiteindelijk toegeven wat ik zeg aan je gevoel. Dat het mooi geweest is. En dat voor mij het moeilijkste was. Laatste klassieker. Nu ja, misschien in de beker dat er nog eentje gaat komen. In ieder geval laatste in de Eredivisie. Ga je nu vanaf nu dit seizoen op die manier beleven? Dat alles nu een laatste keer is? Nou, de laatste keer voor dit seizoen wel, maar ik denk, ik weet niet of dat de laatste keer is dat ik ooit een klassieker meemaak. Maar je weet nooit wat er gebeurt in de toekomst. De club is altijd, zal altijd mijn club blijven. Maar voor dit seizoen is het de laatste klassieker. Ja, dit is een beetje een deur open voor ooit in de verre toekomst dat je terugkeert in de Kuip, of? Ja, maar ik denk dat voor niemand denk ik een iets is wat gek is. En ik kan de deur voor mijn club nooit sluiten. Wat verwacht jij van zondag? Ik bedoel, Ajax krijgt heel veel complimenten. Terecht denk ik ook dit seizoen. Jullie zijn natuurlijk slecht aan 2019 begonnen. Ook de beginfase tegen Fortuna. Als je zo tegen Ajax speelt, heb je denk ik grote problemen. Hoe kijk je ernaar? Nou, als je dat verschil ziet. Maar ik denk dat een wedstrijd Feyenoord-Ajax nooit... wordt beslist hoe de vorm is. De vorm van aanstaande zondag is het belangrijkst. Ik denk dat Ajax ook moet. Zeker gezien het verschil en het gat met PSV. Dus Ajax zal ook hier een goed resultaat moeten halen. En dat willen wij ook. Het wordt denk ik een mooie strijd tussen beide teams. Heb jij iedereen fit, toch een doordeweekse wedstrijd gehad? Of zijn er spelers die wellicht niet kunnen spelen? Nee, op dit moment heb ik iedereen fit. Behalve dan Lucharel, die heeft wel weer getraind. Is nog niet beschikbaar. En Terrell niet. Justin natuurlijk niet. Maar alle jongens die afgelopen donderdag of woensdag gespeeld hebben, die zijn beschikbaar. Nu sprak ik ook Jordi Klaasje en andere spelers. En iedereen refereert aan, tegen PSV lukte het ook. Feyenoord kan er in dit soort wedstrijden staan. Maar tegen Ajax de laatste jaren is dat toch een ander verhaal vaak dan tegen PSV. Kan jij op een of andere manier duiden waar dat het verschil nou in zit, dat het tegen PSV vaak wel lukt en tegen Ajax Feyenoord toch vaker dat het niet thuis geeft? Moeilijk. Vaak laten uitslagen van teams onderling zien, dan komt er een soort patroon, of dat nou Feyenoord-Ajax is of Feyenoord-PSV, ook andere wedstrijden die waarvan je misschien denkt dat ligt ons niet qua resultaat, maar ik weet niet waar het verschil in ligt, maar ik denk dat voor ons het belangrijkste is dat we met name ons eigen spel moeten spelen. Dus aan de bal heel vast moeten zijn en daar ook het verschil in moeten maken. Hey, tenslotte, jij was assistent, eerst van Ronald Koeman, toen van Fred Rutte, toen groeide je door naar hoofdtrainer. Wat raad jij Martin van Geel aan met jouw assistenten die er nu zijn? Ga je hem nog adviseren van zoek het in die richting of hou je daar helemaal buiten? Nee, ik hou me daar wel buiten. Ik denk dat Martin...
goed genoeg is om zelf een keuze te maken. Is dat moeilijk? Want je zal er wel een mening over hebben, denk ik. Ja, maar ik denk dat mijn mening helemaal niet van toepassing is. Dus in dat opzicht, natuurlijk heb ik een mening, maar ik denk dat die niet belangrijk is.